Zo, hebben we er een beetje zin in? Ja, toch? Dit is, wacht eventjes, voor mijn beeld. Dit is een jeugdgebeuren, hè? Ja, toch? Dus hier het gemiddelde, hier zitten heel veel jeugdige mensen, hè? Oh ja, oké. Nee, dan kunnen we ook een beetje losgaan. Dus dat is wel, dat is tof, toch? Want dat doen we graag als jongeren. Ja, ik bestempel me al als jongeren. Maar ja, ik ben ook alweer 40, dus dat is ook al. Oh, heftig. Hey, listen. Het is tof om hier te zijn. Ik ben hier samen met mijn zoon Jesse. Ik heb nog twee andere kinderen, Joella en Julia. En ik heb één vrouw, dus dat is ook belangrijk. Ja, die combinatie is gewoon belangrijk, weet je wel. En ongeveer 25 jaar geleden kwam ik in een kerk voor het eerst. Mijn vader was moslim en mijn moeder die geloofde wel, maar eigenlijk niet echt in, ja, ze geloofde vaag. En mijn broer was tot bekering gekomen. Mijn broer ging naar de Surinaamse gemeente in Amsterdam. En die medley die we net zongen, dat was daar gewoon elke zondag zo. Dus dat ging helemaal los elke keer. Dus ik ging een keer mee. En dat was een belevenis. Dat was een belevenis, want dat ging voor het eerst toen ik er was, ging het ongeveer zo. Gado de wambungado, so ade. Gado de wambungado, so ade. Aopomi, param bam bam bam. Nou, zo ging dat dus. Zoals jullie nu kijken, zo van, doe normaal. Dacht ik ook. Maar toch was er iets en ik dacht van, hey, dit is toch wel tof hoor. Want er was heel veel leven en de mensen waren blij. Nou, en dat vond ik al bijzonder. Dus mensen die blij waren in een kerk. Ik dacht altijd van, dat is allemaal heel serieus. Hè, en heel, ja. Maar ze waren blij en enthousiast. En op een gegeven moment was daar de boodschap. De boodschap van Jezus Christus. De boodschap dat God van me houdt. En weet je, het sprak me aan. En nu, 25 jaar later, want ik was 15, voor alle kijkers thuis, helemaal geweldig dat u ook meekijkt. Het was fantastisch om te zien en mee te maken dat God echt is. En ik gaf mijn leven over aan Jezus toen ik 15 was. En nu, 25 jaar later, vind ik het nog steeds helemaal te gek met Jezus. Ik hou van hem, ik vind het tof om hier te zijn en we vinden het mooi om met Jezus te wandelen. Uiteindelijk is mijn vader ook tot geloof gekomen. En dus ons hele gezin zijn wij gelovig en zijn wij bezig met de dingen van God. Want we houden van hem. En weet je, ik vind het tof. Ik mag nu een beetje reizen. En nu ben ik zelfs in het buitenland. België. Hè? Hoe tof is dat? Dus ik vind het helemaal tof om hier te zijn. Want weet je, het leven met God is een avontuur. En we zijn zo aan het begin van een nieuw jaar, 2015. En dat is weer een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden. En het thema is interessant, want het thema is sta op en schitter. En eigenlijk zitten daar twee elementen in die ik met jullie wil behandelen. Sta op, dat is namelijk nummer 1. En schitter is nummer 2. Op een gegeven moment kwam er iemand naar de vader toe. En die vroeg het volgende. Pa. Ja, u bent degene die het oudste is op deze rij, sorry. U wou het misschien anders, maar ja, het is echt, ja, sorry. Pa, ik weet dat u wat geld voor mij apart heeft gezet. Vind ik fijn. Maar ik wil eigenlijk niet wachten totdat u dood bent. Want het is namelijk mijn erfenis. Ik wil het graag nu. Mag ik het nu vast, alstublieft? Dank u wel. Deze man was blij. Want deze jonge man, hij had geld. Hij had cash. Woe! Dus overal waar hij ging, hij was een beetje de man. Je weet zelf toch, jawel. Deze man had geld. Ah! Dus overal party, jawel, jawel, rondje van mij, biertje, ja, van mij. Dus, want deze man had veel geld, hij had cash.
Dus iedereen vond hem interessant, hè? Van hey. Allemaal vrienden. Totdat zijn geld op begon te raken, begonnen de vrienden te verdwijnen. En terwijl de vrienden verdwenen, was er ook nog een beetje een ramp in het land, want er was ook geen eten meer. Dus op een gegeven moment, deze gast was een beetje desperate en hij was een beetje wanhopig, want hij dacht van, ja, wat moet ik nou? Ik heb geen matties meer, ik heb geen vrienden meer, ik heb ook geen cash meer. Hey man, lastig. En op een gegeven moment dacht hij, weet je, ik moet een job hebben, ik moet iets doen, want ik heb geen cash meer. Ik ga naar iemand en deze gast heeft varkens, weet je. En dus hij zei, mag ik alsjeblieft bij jou werken? Ja. Kijk, hij lacht en hij is blij, weet je wel, want hij had net iemand nodig. Dus hij ging daar naartoe en hij ging werken bij deze gast. En op een gegeven moment zit hij tussen de varkens. En je moet voorstellen, deze gast, die had het eerst goed. En hij zat tussen die varkens en hij ziet de ene Big Mac en de andere Big Mac. En hij heeft honger en hij baalt een beetje, want hij had het eerst goed bij zijn pa. Dus hij denkt bij zichzelf en hij stinkt en er ligt overal viezigheid. En hij heeft zo'n honger dat hij die schillen wil eten. En hij denkt, oh man, ik had het goed bij mijn vader. Weet je, ik ga terug. En dan staat er iets in de Bijbel, vrienden, en dat is heel krachtig. Dan staat er, ik zal opstaan en naar het huis van mijn vader gaan. En dan staat er, hij handelde naar zijn overtuiging. Met andere woorden, hij deed wat hij zei. Hij stond op. Deze jonge gast maakte een besluit. Ik blijf niet meer zitten waar ik zit. Ik blijf niet in de viezigheid. Ik blijf niet in de ellende. Maar ik ga opstaan en ik ga terug naar mijn vader. Hij maakte een besluit van, weet je, dat verleden, die viezigheid, alles wat ik heb meegemaakt en de fouten die ik heb gemaakt, ik blijf daar niet in zitten. Ik wil het achter me laten en ik zal opstaan. Die beweging, het is een kleine beweging, hè? Van zitten naar opstaan. Maar dat was een moeilijke beweging voor hem. En ik kan me voorstellen dat hij een beetje zenuwachtig was. Want hij dacht van, oh man, als ik terug ga, hoe zal mijn pa reageren? Want ik heb zijn geld er doorheen gejaagd. En, oh, help. En wat er toen gebeurde, was eigenlijk heel bijzonder. Want het volgende gebeurde. Toen hij opstond, zoals mijn zoon nu opstaat, helemaal ingestudeerd, not. En de zoon komt naar de vader toe. Hij heeft gekozen om op te staan. Hij heeft gekozen om niet te blijven zitten bij het verleden. Hij stond op. De vader, staat in de Bijbel, keek van ver af of de zoon kwam. En op een gegeven moment ziet hij de zoon aankomen. En hij rent naar hem toe, omhelst hem. En zo. Kust hem. Ja, is goed. Zegt hij. Ja, yeah. Give it up. Voor de zoon. De Bijbel zegt iets fantastisch. Weet je, dat Bijbel is dat ene boek wat je af en toe gewoon kan lezen. Weet je, daar staat er in de Bijbel het volgende. De vader zegt niet tegen hem, jongen, wat heb je gedaan? Wat is er, jongen? Wat is er? Je zit hier alleen maar met mijn geld. Waar is het? Dat zegt de vader niet. De vader rent naar de zoon, zegt de Bijbel, omhelst hem en overlaat hem met kussen. Nou, welk beeld heb ik bij overladen met kussen? Ik gaf het net al een beetje een voorbeeld. Ik kom uit een, ik kom uit een gezin en mijn vader komt uit Tunesië. En Tunesië is Noord-Afrika. En
daar gingen we altijd naartoe. En dan belandde ik eerst in de armen van mijn oma. En mijn broer en ik moesten dit ritueel doorstaan. En dat ging dan ongeveer als het volgende. Dan kwamen we aan en dan klemde zij haar, ons hoofd tussen haar armen. En dan... En dan moesten we ademhalen. En dan ging we... En dat ging ongeveer 5 minuten lang. Ja? Dus dan zaten we... Slijm, slijm, liefde, liefde, warmte, warmte. Nou, al die dingen. Nergens in dat proces vroeg ik mijzelf af... Houdt mijn oma van mij? Vindt ze mij lief? Vindt ze me aardig? Heeft ze gevoelens van effect? Nee, ik wist dat ze van me hield. Ik wist dat ze me lief had. Dat is de vader die de zoon omhelst. Dat is het beeld van God als we bij hem komen. Hij omhelst ons, hij kust ons. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij overlaat ons met kussen. Is dat niet mooi? Ja, dat is mooi. Ik vind het mooi, ik vind het prachtig. Maar waar begon dat verhaal? Dat verhaal begon bij die zoon die een besluit maakte om op te staan. Hij maakte een besluit om te zeggen, ik laat het verleden achter me, ik sta op en ik ga naar de Vader. Weet je, laat 2015 een jaar zijn van opstaan. Laat het een jaar zijn dat we zeggen, ik laat het verleden achter me en ik sta op. Een andere gast die opstond was ook interessant. Deze gast zat... in de gevangenis. Maar hij deed iets mafs in de gevangenis. Hij had boeien om, ketens. Maar in plaats van klagen en zeuren... was hij God aan het grootmaken in de gevangenis. Oh, Heer, u bent goed. Maar hij heeft ketens. Ja, maar hij begon God groot te maken. En wat er gebeurde was het volgende. Opeens, staat er in de Bijbel, kwam er een engel... En de engel kwam en de engel porde hem in zijn zij en die zei tegen Petrus, let op hè, sta snel op. Sta snel op, ik heb, hè? Sta snel op. En de Bijbel zegt dat Petrus opstond en op het moment dat hij opstond vielen de ketenen van hem af. Hij stond op. Ook Petrus zat in een situatie die niet zo fijn was. Toch stond hij op. Bleef hij niet zitten in zijn ellende. Bleef hij niet zitten in zijn situatie. We kunnen soms zo makkelijk blijven zitten in allerlei gedachtes, in allerlei situaties in ons leven. We kunnen makkelijk soms zeggen, ja, ja, ja. Niet eerlijk, ja, vervelend, ja. Weet je wel wat hij heeft gezegd, jongen? En dan blijven we in de situatie en we staan niet op. Petrus stond op en het moment dat hij opstond, werd hij bevrijd. Krachtig. De verloren zoon maakte het besluit, ik zal opstaan en teruggaan naar mijn vader. Ik word er enthousiast van. Dat merkt u een beetje. Ik hoop u ook. Er was nog iemand. Maakte ook iets bizars mee. Op een gegeven moment is er een battle. Een gevecht gaande. Een beetje een soort battle. En op een gegeven moment Elia daagt een aantal priesters uit, Baalpriesters, allemaal gasten met afgoden. Hij daagde ze uit. Laat zien, laat zien, laat zien welke God sterker is. Uiteindelijk wint God. Natuurlijk, want hij is God. Dus Elia, yeah, God heeft gewonnen. Weet je wel, God is de sterkste. Dus Elia, oh man, God heeft zich laten zien. Dat is ongeveer het gevoel wat je kunt hebben naar een revolution avond. Was goed.
Maar dan gebeurt er iets heftigs. Op een gegeven moment gaat Elia naar huis. Ik wou dat ik er wat soepeler op kwam, maar dat lukt niet. Dat is 40, hè? Dus op een gegeven moment, Elia gaat naar huis. En hij krijgt een WhatsApp. En in die WhatsApp staat dat Isabel tekst hem van... Hey, luister eens, je hebt foute dingen gedaan met al die Baalpriesters. Ik ga je kapot maken. Ik maak je dood. I kill you. Hè? Stond hij in de WhatsApp. Dus Elia, paniek. Hij denkt, oh, kanonnen. Wat nu? En dan staat er in de Bijbel dat Elia gaat vluchten. Hij gaat de woestijn in. Hij heeft net het wonder van God meegemaakt, hè? Hij gaat de woestijn in. En hij gaat zitten onder een boom. En dan staat er in de Bijbel, hij wenst te sterven. Dus hij is helemaal down. En hij denkt bij zichzelf, nou weet je, laat maar. Het hoeft voor mij allemaal niet meer. Soms kan iemand iets tegen je zeggen. Ik kom naar u toe hoor deze zomer. Gewoon helemaal naar achteren. Want je dacht, ik ga rustig achterin zitten. Komt die spreker helemaal achterin. Huppakee. Ja, maak geen grap hier hoor. Soms kan het zo zijn dat iemand iets heeft gezegd tegen je. En dat je denkt van, nou joh, wat hij nou heeft gezegd. Dat was zo verrot. Het deed zoveel pijn. Het hoeft voor mij allemaal niet meer. Iemand kan iets vervelends tegen je zeggen. Iets heel onaardigs. Iemand kan iets op WhatsApp zeggen. Iemand kan iets op Twitter zeggen. Iemand kan iets op Facebook zetten. En die woorden vernietigen bijna van binnen je leven. En je denkt bij jezelf, ach man, wat voor zin heeft het nog. Rot maar op joh. Het hoeft voor mij allemaal niet. Woorden hebben kracht. Woorden kunnen soms impact hebben op je leven. Iemand kan soms zomaar iets tegen je zeggen en bam, kom binnen. Zowel positief als negatief. En doe niet tof met elkaar en denk niet dat het niet zo is, hè? Want ik zal je er een paar geven. Nee. Ik werk met jongeren in een internaat. In Nederland. En veel van deze gasten hebben bijna altijd gehoord. Je bent stom. Je bent dom. Het lukt je nooit. Je bent een mislukkeling. Je kan niks. Dat zijn de woorden die ze hebben gehoord in hun leven. Dat zijn de woorden die ze meedragen als een rugtas in hun leven. En weet je vrienden, als we het maar vaak genoeg horen, op een gegeven moment gaan we erin geloven. Als we maar vaak genoeg in ons leven horen, je bent lelijk. Op een gegeven moment geloof je, ik ben lelijk. Als je maar vaak genoeg hoort, ik ben stom. Op een gegeven moment denk je, ik ben stom. Woorden hebben kracht. Is niet nieuw, want de Bijbel zegt dit. Dood en leven zitten in de macht van de tong. Met andere woorden, je kan iets uitspreken wat leven brengt. Of iets uitspreken wat vernietiging brengt. Ik ben blij dat je er bent. Wat goed om je te zien. Je ziet er goed uit vandaag. Strakke skinny jeans, bam. Mooie Nike's, je haar gewoon strak. Je weet zelf, bam, bam. Kijk hier, hij wordt al helemaal... zijn vriendin kijkt, hè. Is mijn man, jawel, is van mij. Je weet zelf, weet je... En ik zeg maar een paar woorden. En nu al feest. Of ik zeg, ah, je bent lelijk, jongen. Je stinkt uit je... weet je wel? Woorden hebben kracht. Woorden hebben kracht. Elia was een man van God. Toch sprak Isabel woorden. En die woorden hadden zo'n effect dat hij onder die boom zat en dacht, weet je, whatever, hoeft voor mij allemaal niet meer. En hij zit daar en hij is depri en hij weet het even niet meer. En opnieuw, hij valt in slaap, maakt een engel hem wakker.
Hij maakt hem wakker. En weet je wat de engel zegt? Zo mooi. Sta op. Hey. Hebben we afgesproken? De engel zegt, sta op. En eet. Word weer sterk. Dus Elia staat op en hij begint te eten. Valt nog een keer in slaap. Nog een keer komt de engel. Soms moeten we vaker opstaan dan één keer. Nog een keer komt de engel. Zegt nog een keer, sta op. En eet. En weet je wat er dan staat, lieve vrienden? Wauw. Elia krijgt weer kracht. Wat doet hij met de kracht? Hij gaat uiteindelijk naar zijn bestemming. Hij gaat naar de berg Horeb, staat er in de Bijbel. Hij gaat naar de plaats waar God is. Eerst was zijn richting, het hoeft voor mij allemaal niet meer. Hij is opgestaan, hij heeft gegeten, hij is sterk geworden en hij gaat voor zijn bestemming. Lieve vrienden, van boven naar beneden, jong en oud, er is een bestemming op je leven. Er is een bestemming op je leven. Je zit niet zomaar hier. Er is een bestemming. En Gods verlangen is dat je komt tot je doel, tot je bestemming. Dat niet het verleden en de woorden van negativiteit je leven bepalen, maar dat het woord van God en de identiteit in Jezus je gaat bepalen. Dat je op gaat staan. Dat de kettingen afvallen bij Petrus. Dat de verloren zoon zei, ik ga weer terug. Dat Elia zei, ik ga naar mijn bestemming. Ik ga naar mijn bestemming. Wat is daarvoor nodig? Opstaan. Wat is daarvoor nodig? Een houding, een actieve houding van, man, ik ga ervoor. Man, 2015 is mijn jaar. Man, ze hebben dingen gezegd tegen me. Maar Gods woord zegt iets anders. Ik kan het. Weet je wat Gods woord zegt? Ik ben een kind van God. Ik ben het licht van deze wereld. Ik ben het zout van deze aarde. Man, dat ben ik. En ik laat me niets anders vertellen. En soms is het soms even heftig hoor. En soms zijn er periodes in ons leven dat het eventjes moeilijk was. Ik was in Suriname. Jawel. Ik kan het zetten hoor, die Surinaamse tongval. Ai. Je weet zelf toch, jawel, gaat makkelijk. Dus we waren daar en er was ingebroken in mijn auto en in mijn huis. En ze wouden binnenkomen en op een gegeven moment, ik was wel een beetje van de... Ik denk, oh man, wat nu? En er kwam angst over me heen. Ik denk, oh man, straks komen ze binnen, man. En op een gegeven moment, ik werd zo bang, ik werd zo angstig dat ik moest opstaan. En ik moest bidden. En ik bad. En ik las de Bijbel. En dan las ik een spreuk en die is zo krachtig. En dan staat er het volgende. Ik was er toen nog niet zo heel blij mee. Nee, moet je horen wat de tekst is. Er stond, de rechtvaardige valt 7 maal. Nou, dat is niet zo heel, oh nou, fijn, leuk. Maar de kracht zit daarna. Maar staat weer op. Staat weer op. Met andere woorden, er gebeuren soms dingen in je leven, in mijn leven, die heftig zijn, die moeilijk zijn. Waar we soms geen eens een verklaring voor hebben. Wat we geen eens snappen. Maar we staan weer op. We blijven niet zitten. We blijven niet in een hoekje. Maar we zeggen, ik sta weer op. Want dat is de Bijbel. De rechtvaardige valt. Maar hij staat weer op. Ik zeg altijd, de kracht van een christen is niet te meten op een zondagochtend. Het is te meten op de manier waarop u opstaat als hij is gevallen. Dat is een goeie, hè? Vind ik mooi. En dan eindig ik met deel 2. Sta op is deel 1. En dan staat er opeens in Jesaja. Sta op en schitter. Want de glorie van God is over jou gekomen. Als we het besluit maken om op te staan. Als we zeggen, genoeg is genoeg. Ik heb geen zin meer in die negativiteit. Ik heb geen zin meer in de woorden die zijn gesproken. Ik ga zelf
positief spreken. Ik ga zelf geloven in wat God zegt. Ik ga zelf opstaan. Ik maak dat besluit. Ik laat het los, het verleden. Ik laat het los, negativiteit. Dan zegt de Bijbel, als je opstaat, dat de glorie van God over je heen komt. En dat je mag schitteren. Man. Die eerste rij is al nooit veilig bij mij. Vrienden, daar teken ik voor. Ik teken voor de glorie van God. Ik teken ervoor dat God over me komt. Want dat is wat de Bijbel zegt. En dat betekent dus praktisch, overal waar jij gaat, overal waar je gaat, gaat de glorie van God. Gaat Jezus. Overal waar jij binnenkomt, komt vrede binnen. Komt vriendelijke woorden binnen. Is dat niet mooi? Is dat niet iets wat de wereld nodig heeft? Wat zegt de Bijbel? De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters Gods. Als ik overmorgen weer naar mijn werk ga en weer die gast allemaal ontmoet, dan zie ik er naar uit om ze weer te ontmoeten. Want weet je, het is zo nodig dat ook zij horen. Je bent bijzonder. Het is zo nodig dat de wereld hoort. God houdt van je, maar ik hou ook van je. En op die manier mogen we schitteren. En op die manier mogen we de glorie van God laten zien. Maar dan moeten we eerst zelf opstaan. Dan moeten we eerst zelf zeggen, ik sta op. En als ik opsta, die glorie van God wil ik laten zien overal waar ik ga. Door vriendelijke woorden te zeggen. Door aardig te doen. Door niet mee te roddelen. Door geen rare woorden te zeggen. Ik heb heel erg jeuk. Ik knap even aan mijn voet. Sorry. Dat is geen spanning, maar dat is gewoon jeuk. Ik eindig met dit verhaal. 2 jaar geleden waren we op een jeugdkamp. En in dat jeugdkamp was er op een zaterdagochtend een moment waarin we God aan het grootmaken waren. En de liefde van God was aanwezig. En mijn dochter was daar en mijn zoon ook. En ze werd zo geraakt door de liefde van God. En ik vergeet nooit meer wat ze zei. Ze zei, weet je pap, ik voelde zo dat God diep in mijn hart zei, je bent mooi, je bent mijn kind. En die woorden, zei ze, hebben mijn leven zo geraakt. Maar direct ging ik naar een ander toe. En zei, je bent mooi. En dat meisje tegen wie ze het zei, daar kregen we een week daarna een Facebookbericht van. En ze zei dit. Nog nooit heeft iemand van mijn eigen leeftijdsgenoten gezegd, je bent mooi. Je woorden hebben mijn leven veranderd. Lieve vrienden, zo mogen we schitteren. Zo mogen we opstaan. Zo mogen we in 2015 iets van God laten zien om ons heen. Iets van zijn liefde demonstreren overal waar we gaan. Omdat we hebben besloten, ik sta op. Ik ben vrij van het verleden. Amen. Waarwoord. Ik vraag de bende om te komen. Zijn ze er nog of zijn ze gewoon aan het lunchen? Ja. Daar zijn ze. Ja. Ik heb me netjes aan de tuin gehouden. Goed, hè? Ja. Kijk, dan gaan ze klappen, hè, als ik dat zeg, hè? Weet je, vrienden?
Ik meen dit uit de grond van mijn hart. Laat 2015 een jaar zijn waarin je opstaat. Waarin je zegt van, weet je, ik wil ervoor gaan. En dat kan van alles zijn. Dat kan van alles zijn. Mijn zoon heeft gekozen om te gaan voor baseball, voor honkbal. Om te zeggen van, man, ik ga all the way. Ik ga niet een beetje, ik ga niet half, ik ga helemaal. Ik ga voor mijn studie. Maar bovenal, ik ga voor God. Bovenal, ik ga voor Jezus. Ik wil niet meer half, half, een beetje, beetje, af en toe naar Revolution. Nee, ik maak een besluit. Ik ga voor Jezus, all the way. Helemaal. Ik sta op en ik volg Hem. Ik sta op en ik laat het verleden achter me. Ik sta op en ik schitter. Ik schitter. Laten we staan met elkaar. Achterin ook, voorin ook, overal. Rise up. Gewoon een rustig prezen. Niks? Oké. Beetje zachtjes. En laten we onze ogen sluiten. Terwijl onze ogen gesloten zijn en we ons niet richten op elkaar, maar op God. Heilige Geest van God, lieve Vader in de hemel, lieve Jezus, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Jezus, dat we vanuit de Bijbel zien dat we elke keer als we opstaan, dat er dan bevrijding komt. Dat als we opstaan, dat we naar onze bestemming mogen gaan. Dat we opstaan, dat u ons omhelst en kust. Dank u wel dat we daardoor vrij mogen worden van het verleden. En weet je, zoals we hier staan met elkaar, wil ik deze uitdaging in je midden leggen. Als jij zegt, er is een nieuw jaar. En ik wil niet meer bepaald worden door het verleden. Ik wil niet meer dat woorden die mensen hebben gesproken me achtervolgen. Ik wil niet meer negativiteit. Maar ik wil opstaan. Ik wil gaan voor Jezus. En misschien heb je nog nooit heel bewust de keus gemaakt van ik wil gaan voor Jezus. Ik wil opstaan. Ik wil dit jaar het verleden achter me laten. En voor Jezus gaan. En ik wil schitteren voor Jezus. Ik wil Hem laten zien overal waar ik ga. Ik wil Hem laten zien. Als jij dat bent en zegt van ik wil opstaan. Doe voor een moment je hand omhoog. Want dan gaan we met elkaar bidden. Doe voor een moment je hand omhoog. Ik zie handen overal door heel de zaal heen. Doe voor een moment je hand omhoog. Als jij zegt ja daar ben ik. Daar ben ik, daar ben ik, daar ben ik. Ik wil opstaan. Ik wil Jezus volgen. Ik wil voor Hem gaan. Maak een besluit op de plaats waar je bent. Ik vraag je niet om naar voren te komen. We gaan met elkaar bidden op de plaats waar je staat. Ik wil schitteren voor Jezus. En Heer Jezus, zoals we hier met elkaar staan, ziet u alle handen die in de lucht zijn. Ziet u alle handen die naar u uitgestrekt staan. Om voor u te gaan, Jezus. Om te zeggen, ik sta op. Ik sta op. En Vader, op dit moment bid ik dat u elke hand wil aanraken, elk leven wil aanraken. Welke een beslissing maakt, ik sta op, net zoals Petrus, dat ze bevrijd zullen zijn van het verleden. Net zoals de verloren zoon die weer terugkwam, dat u omhelst. Net zoals Elia die opstond, dat in ieder van ons tot zijn bestemming komt. En dank u wel, Heer Jezus. Dat u ons zegent. Zoals we hier staan. Dank u wel dat we een besluit nemen. Ik sta op voor Jezus. Ik ga voor Hem. En dank u wel dat we mogen schitteren. Schitteren. Omdat we schitterend zijn. En zo lieve gasten, ik zegen jullie. Ik zegen een ieder.
die hier is. Ik zegen je met je keus om op te staan. Maar ik zegen je ook om te schitteren overal waar je gaat. Dat je de liefde van Jezus mag laten zien overal waar je gaat. Zo, lieve vrienden, wees gezegend. Wees sterk. En elke keer weer, sta op en ga naar Hem. En schitter. In Jezus' naam. Amen. Amen.